Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Boven Nederland vrij veel bewolking. Maar in het wolkendek zitten ook wel een paar gaatjes. Zeker als we in westelijke, noordwestelijke richting kijken. En dat betekent dat er hier en daar misschien een enkele opklaring is. Er valt nog wel een spatje regen of motregen. Hoeveelheden zijn beperkt vanochtend. 13 tot 15 graden. Vanmiddag wordt het nog wat warmer. Halen we in het noorden zo'n 15, misschien 16 graden. En in het zuiden komt daar nog een graadje bij. In het noorden breekt af en toe de zon door. De rest van het land houdt toch tamelijk grijs weer. Een klein beetje gespetter is niet uitgesloten. Opklaringen winnen vanavond wat terrein. Dan kan er in het noorden ook nevel of een mistbank ontstaan. Het koelt daar snel af. Onder de wolken in het zuiden blijft het veel zachter. Morgen heeft de bewolking dan weer de overhand. In het noorden blijft het waarschijnlijk wel droog, maar in het midden en zuiden is wat licht gespetter nog altijd mogelijk. Het blijft ook nog zacht, 15 tot 17 graden. Wind neemt wat af, wind draait vrijdag naar het noordwesten en vanaf dat moment stroomt koelere lucht het land binnen. De temperaturen gaan omlaag. Zondag is het 11 graden. Vrijdag en zondag wat zon en een enkele bui. Zaterdag zou weer een wat druilerige dag kunnen zijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.